Welkom op www.bierwinst.nl. Jij hebt geklikt op 20 centiliter Next glas CK spatje. Het spatje is bedoeld voor of ram- en stamtenten, feesttenten, voor de witte wijn of de puur gedistilleerd. Nee, maar dan krijg je ook niet meer. Nee, met weinig, want daar is het glas prima voor. En anders natuurlijk ook voor je cognac of je whiskies. Het prima voor gebruiken. Maar het spatje glas is zeg maar het halve broertje van deze. En die kom ik nog vrij vaak tegen. Tenzij ik er mee geweest en is het meteen voorbij. Want het is natuurlijk een onwijs onpraktisch glas. Dan kom je in zaalkelders aan. Ik zal het even pakken. Dan kom je in zaalkelders aan. Ik kom in zaalkelders aan. Heb jij extra glaswerk nodig? Dan kom je er twee handjes aanlopen. Weet je, hallo hier. Nou, voor je weet is het weg. Je hebt er niks aan. Dan neem ik nog onwijs veel ruimte in achter je bar. Plus dat je extra man nodig hebt om het op te halen. Plus de nerf in stapelt. Het stapelt ook niet in zijn kleine broertje, het spatje. We hebben nu al het spatje. Het is gewoon een onglas. Dan ga je extra dozen neerzetten, allemaal gegogel. Hou alsjeblieft op. Wat een onzin. Weg met het glas. Dus hetzelfde met het ongemerkt doe je er onwijs van breuk van. Want het glas kan niks hebben. Want het is ongehakt, weet je. Het is gewoon recht toe, recht aan. Daarom doe ik even een theedoekje omhoog. Maar als ik dan zo doe, dan zie je gewoon hoe dat breekt. En je hoort ook hoe dat breekt. Moet je eens kijken. Een punt. Maar buitenom, dit is waarom jouw personeel alweer een kluikjes openhalen. Ofwel je planten hun voetjes met de sneakertjes. Ofwel dat jij ruimte tekort komt door puur de vorm. He, want dan, en dan kom je eens een keer ruimte achter je bar tekort, doordat je niet in de kaken staat. Daarom hebben wij de Next, heb ik de Next 20 en de Next 27 Shell ontwikkeld. Waarom? Hij stapelt feilloos hoog op. Maar dat is niet alles. Dan moet ik even zijn grotere broer pakken. De grotere broer. Stapel ik ook nog eens een keer doorheen. Want als ik het dan zo doe, dan doe ik zo. En ik ga zo omhoog, dan snap je precies wat ik bedoel. Hij stapelt gewoon door. Maar als jij dan die rij hebt en je hebt hem dan staan en jij zegt ja, maar ik ga door als zaalkelder, dan kun je gewoon helemaal doorstapelen. Dat is even handig, hè? Maar dat is ook achter de bar. Dus dit glas, dat gaat je onwijs van ruimte opleveren. Gaat veel fijner werken, maar gaat ook nog eens een keer voor de crew of je nou een krank café bij restaurant of discotheek. Gaat ook nog eens een keer onwijs snel weer terug naar je toe komen. Dat is heel makkelijk op te halen. Dan vervolgens, dan geef je daar, dan leg je een heel op de buitenlap. En dan ga je spoelen en dan ga je ze daar een keer zo uitsorteren, toch? Dan ga je ze uitsorteren. Als je spoelt, dan moet je er wel even netjes op elkaar zetten. Als je ze spoelt, dan doe je zo, hè. Ja, dan sorteert het uit. Hup. En dan kun je zeggen, nou, ik ga het ook weer op elkaar zetten. Nou, dan zit je op elkaar. Dan kun je, dat kun je makkelijk achter de bar kwijt. Dat is natuurlijk super. Dus dat glas, dat is een werkpaard. Maar buitenom, het is ook nog eens een keer. Dat was trouwens een lommering hoor. Ik doe het nog even zo. Ik denk dat het mijn glas is. Maar dan weet je, dit glas is gewoon een werkpaard. Maar buitenom, helemaal niet, dit is zijn kleine broertje hebben we dan over. Die kleine broertje van die lelijke longdrink, dat ouderwetse spatje, dat is een onglas, niet werkbaar, weet je. Is dat zeg maar een soort lelijk sierpaard. En dit is een mooi sier/werkpaard. Als jij van die spatje 20 doosjes inkoopt, dan doe je dan breek je van mij nog geen 6 glazen. En het werkt door elkaar en het stapelt door de vaas heen, het stapelt allemaal door elkaar. Ja, dat is natuurlijk heerlijk.
kijk ook dan ook even op de gooitest. Dat is erg leuk. Dan zie je met die glazen gooien. Dan zie je heel duidelijk wat het glas voor je doet. En dan zie je ook de breuk daarin. Dat is heel mooi om te zien, maar dan zie je gewoon dat de glas tegen de muur is te gooien. Dan gooi je gewoon een stukje uit de muur, dat glas gaat niet stuk. Dan gooi je Londings in die vaas, die troepvaas van de brouwers, die breken alle kanten op. Moet je even gaan kijken, is leuk. Heb je nog vragen? Ga dan even naar www.bierwinst.nl onder het kopje contact. En daar staan al onze contactgegevens, waaronder mijn nummer. Ik ben 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar. Veel plezier mee.